boer hier samen met mijn vader, die naast me staat, en met mijn moeder. Ze hebben samen een maatschap. En we hebben hier ongeveer 200 koeien. Met nog een, wat droge koeien en wat jong vind ik dat een half jaar. We hebben ongeveer een 76 hectare land in eigendom en dan huren we nog wat land bij. We werken veel samen met de buren. En de ene buurman met de jongvee op fok en nog andere buren met wat machines. In 2011 hebben we hier een nieuwe melkstal neergezet. Toen hadden we eerst het idee zeg maar, om een stal te verlengen. In de tijd zeg maar, dan kom je toch met andere ideeën, andere inzichten en verouderde gebouwen. En toen hebben we besloten zeg maar, om een nieuwe stal te bouwen. Tegen de melkstal aan voor het jongvee en voor de melkkoeien. We hebben toch wel vooral gekeken, ook naar de dieren. Als het goed voor de dieren zorgt, dan zorgen ze ook goed voor jou. En daardoor zeg maar, heb je het zelf makkelijker. Een stal met veel meer ruimte voor de koeien, flexibele boksafscheiding. De koeien gaan veel gemakkelijker liggen en staan beter op, vreten beter, meer lucht en licht. En vooral de jongveeopvak, dat is heel verbeterd. We hebben qua automatisering een mestrobot in de rij en een vooraanschuiver. Nou ja, de stal is geïsoleerd. De zijkant is computer gestuurd met kleed. En we hebben nog een stukje windweergaas aan de bovenkant, aan de westkant van de stal, wat van naar boven toe opgerold kan worden. Als je kiest voor biobedding, dan moet je ook een messcheider gaan uitzoeken. De Xpress, op basis van twee rollen waar de mest doorheen gaat en dan gewoon tussen die rollen wat het vocht eruit tussenuit gedrukt. En ja, dat systeem bleek een heel simpel systeem en dat sprak ons wel aan, dus toen hebben we daarvoor gekozen. We hebben 4 verschillende putten en daar hebben we een heel leidingssysteem doorgebracht naar de mestscheider. Dat we van de ene punt naar de andere punt kunnen pompen, overpompen en ook naar de mestscheider zelf transporteren. Emissiearme vloer is dit. Dit zijn roosters met rubber met kleppen erin voor een stukje emissiearme gebeuren, zeg maar. Daarnaast hebben we nog gekozen voor een beluchtingssysteem voor het beluchten van de mest. Ten tijde van de bouw van de stal was er nog geen factor bij die beluchtingssysteem, dus toen moesten we toch wel ook voor een emissiearme vloer kiezen. Voor in de toekomst zagen we toch wel belang in om toch voor een beluchtsysteem te kiezen. De ammoniak, dat wordt toch een heel belangrijk item. En met het beluchtingssysteem wordt een stukje ammoniak gereduceerd, ammoniakuitstoot. Dat blijft in de mest zitten, zeg maar, dus ook voor het land zeg maar, heeft toevoegende waarde. En ook die andere gassen, die gevaarlijke gassen, zeg maar, die komen bijna niet meer voor bij het beluchten van de mest. Nou ja, voor Nederland is het vrij innovatief, maar vanuit Engeland en Ierland daar wordt het veel langer gebruikt. En daar zijn ook de voordelen veel langer bekend. Het is een buizensysteem over de keldervloer heen. Met allemaal aftakkingen. Prijs eraan gaat. Via de verdeelstation komt dan lucht zeg maar, in die buizen en daardoor worden die rubbers opengedrukt en komt dan lucht via de rubbers maar door de mest heen naar boven toe. Ja, die jongveefok, dat hebben we altijd belangrijk gevonden omdat dat de toekomst is. Daar zijn we altijd mee bezig geweest, alleen klimaat, dat was altijd lastig bij jongveefok. Tijdens het tekenen zeg maar, kwamen we erop zeg maar, om een gesloten afdeling te maken met mechanische ventilatie, dat je dat helemaal kan gaan sturen. Als het zeg maar, warm weer is, dan kan je zorgen dat het klimaat toch in de jongveestal goed is. Het idee bij ons is zeg maar, om goed ontwikkelde dieren te krijgen. Dat die zeg maar, makkelijk kunnen produceren. En doordat ze goed ontwikkeld zijn, is de vruchtbaarheid en de gezondheid kun je ook makkelijk goed houden. Want dan houden ze wat extra conditie over. En dat is een beetje het idee zeg maar, achter onze fokkerij. We hebben 2 productiegroepen. Een hoge productieve groep en een laag productieve groep. Het rantsoen dat bestaat uit maïsmeel, soja, glucoplus, sodagrain, graszaadhooi, kuil. En daar komt nog wat smulsiroop doorheen, natte en droge kuil. Wij mengen het voor, weken het voor, dat het goed blijft plakken aan de kuil. We zijn al heel lang bezig zeg maar, om zo goed mogelijk voor de koeien te zorgen. En daar voeren natuurlijk heel iets belangrijks van. Bij Agrifirm heet de voeren 2.0 en dat gaat om dat de koeien niet kunnen selecteren. Dus daardoor komt ook dat voorweken van je producten, zeg maar, dat die al die kracht voeren, dat de koeien niet kunnen schudden zeg maar, met de kuil. Dat ze dan de lekkere kracht voor eerst kunnen opeten, wat snel verteert en dan langzamer verteerbaar deel misschien laten liggen. Maar dat heeft ons al veel gebracht. En toen zag je ook van dat je, zeg maar, doordat ze niet kunnen selecteren, kunnen ze ook een kuil niet selecteren. Dus dan kun je ook voor zorgen dat je wat pittiger kuil gaat voeren. Dus kuil met meer energie en meer eiwit. Nou ja, en daar zijn we toen mee bezig geweest en met toevoegen van smulstroop, dan probeerden we ook nog om dat ze meer kuil gingen opnemen. En daardoor zag je dat, dat de koeien zeg maar, qua productie gingen ze het beter doen en ook qua gehaltes gingen ze omhoog. En de melken dat doen we in een 26 stands draaicarousel, een zij-en-zij, een binnenmelker. En daar doen we ongeveer een dikke 2 uur over voor 200 koeien. In de nieuwe situatie, nu zie je wel dat ze nu meer melk gaan geven en dat ze, dat ze elk een beetje beperkt worden door bepaalde factoren, zeg maar. En dat is toch, dat je eens een keer extra gaat melken, dat je daardoor zeg maar, nog meer uit de koeien kunt halen. Want ze kunnen het makkelijk doen. We melken nu wel precies om 12 uur, dus daar kunnen we niet meer uithalen. Dus dan alleen nog uit een derde keer melken. In het begin was het meer werk. Ja, voor de koeien wennen, voor de boer wennen. Het mooiste is gewoon om te zien dat je het effect van de stal, dat je dat in de koeien ziet. Wij zijn echt mensen zeg maar, die echt naar de dieren kijken en ook altijd hebben gekeken. En het mooiste is zeg maar, dat je er iets doet, zeg maar, dat je dat in de koeien dan terugziet. En dat vinden we het mooiste eraan. Over een jaar dan, dan hopen we dat we dan 3 keer daags melken. Qua dieren dat in eerste instantie 200 koeien en dan dat in de toekomst zien waar het heen gaat, wat voor mogelijkheden zeg maar, er komen. Die nieuwe stal, dat is zeg maar, het laatste stukje wat de koeien altijd nog misten. De ruimte en de lucht en het stukje extra wat ze er nog nodig hadden. En dat hebben ze nu en volgens mij moeten ze nu goed voor elkaar hebben.